Dank u, voorzitter. Voorzitter, om de schijn van de Europese democratie op te houden, mag de kiezer eenmaal in de 5 jaar de stembusgang maken, zodat de gekozen Europarlementariërs zich comfortabel kunnen nestelen in het Europees Parlement. Dat door de minister-president wordt omschreven als een feestcommissie die op zoek is naar een feest. Dit was een schep bovenop de stelling die de minister-president Rutte eerder gaf hier in de Senaat, dat het Europees Parlement eigenlijk geen echt parlement is. Vrij vertaald op zijn PVV's een nep-parlement. Voorzitter, de meeste macht binnen de EU zetelt in de Europese Raad van Regeringsleiders, waar Frankrijk en Duitsland domineren. Dit maakt de nationale verkiezingen in Duitsland en Frankrijk eigenlijk veel belangrijker dan de Europese verkiezingen. En laten we eerlijk zijn, de EU is gewoon een Duits-Frans project. En samen kunnen zij, wat zij in het verleden niet alleen hebben gekund, Europa domineren. Zij wentelen zich in een incestueus systeem waarin heerlijk onder elkaar wordt besloten zoveel mogelijk buiten het zicht van het dom te houden volk. En voorzitter, zo werd de gulden zonder volksraadpleging afgepakt. Dat kostte minimaal 10% van ons vermogen. De Europese grondwet werd er, ondanks een nee vanuit een referendum, doorgedramd. De D66-minister van Binnenlandse Zaken spoelde dan ook, zodra zij de kans had, het raadgevend referendum snel door het putje, om dit soort onwelgevallige situaties in de toekomst te voorkomen. Volgens minister Longeren leverde het referendum vooral verwarring op. En we hebben al zoveel verwarde mensen. Voorzitter, en ondertussen gaat het overhevelen van soevereiniteit gestaag in de achterkamertjes door. Maar ja, olie komt altijd bovendrijven. En voordat dat gebeurt, moeten de geesten van het volk zo snel mogelijk volgzaam worden gemaakt door middel van indoctrinatie en taalmanipulatie. Met allerlei fantasieuitdrukkingen wordt de politieke correctheid in de breinen geplucht. Zo zal bijvoorbeeld multiculturele samenleving een verrijking zijn. Voorzitter, de honger naar macht van de Europese elite kent geen grenzen. Terwijl wij niet meer mogen reizen tijdens corona, bleven de grenzen voor gelukzoekers wijd open. Immigratie vergroot de interne consumentenmarkt en drukte nettolonen. Bevolkingsgroei is het walhalla van het bedrijfsleven. Het is ook geen wonder dat de multinationals en de politieke elite dol zijn op Brussel. Hoe meer consumenten, hoe hoger het bruto binnenlands product. En dat dat ten koste gaat van de individuele welvaart, welzijn en vrijheid van de gewone burger, is voor hen een bijzaak. En de rekening die rechtsom, maar vooral linksom betaald moet worden, wordt simpelweg bij de burgers neergelegd. Vooral in Noord-Europese landen is men zwaar de klos. Vervolgens moeten de werkenden niet al te veel tijd hebben om na te denken, want anders gaan ze muiten. Dus zadel ze op met zoveel mogelijk problemen. Maak ze bang, maak ze onzeker, laat ze ploeteren om rond te komen. Nadat de elite eerst het islamitisch kalifaat ruim baan geeft in Europa, zijn de socialisten Timmermans en zijn maatje Samson in stelling gebracht om ons te onderwerpen aan hun klimaatkalifaat. Na het sluiten van de Green Deal kan het grote groene graaien stijgen tot ongekende hoogte. In de Brusselse catacomben wordt dan ook al gelispeld dat als de Green Deal tot wasdom komt, dit nog groter wordt dan de euro. Voorzitter, miljarden euro's zullen bij de Nederlandse burgers worden weggehaald. Op lokaal niveau, op nationaal niveau en op Europees niveau. Tenminste 30% van het MFK en het coronaherstelfonds, tezamen 1800 miljard, moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Burgers zullen tot wanhoop worden gedreven met nog hogere kosten en opgezadeld worden met nog hogere schulden om bijvoorbeeld hun woning gasvrij te maken. Ze zullen het niet verwarmen, maar verarmen. Langzaam wordt hun bezit afgepakt en worden ze rijp gemaakt voor de deelmaatschappij. En voorzitter, om de torenhoge rekening van miljarden euro's te betalen, wil de Europese elite ook nog eens ons gaan voorschrijven hoe we onze zuurverdiende centen moeten gaan beleggen. De beleggingen moeten gaan vergroenen aan de hand van de ESG-factoren. Die staan voor Environment, Social en Governance. Hoe hoger het ESG-gehalte van de belegging, des te duurzamer, oftewel politiek correcter, die belegging is. Beleggingsfondsen en pensioenfondsen moeten nu al ESG-factoren mee laten wegen in hun beleid. Voorzitter, ik kan u op een briefje geven dat deze regels steeds strakker zullen worden aangetrokken, zodat EU-onwelgevallige activiteiten op den duur vrijwel geheel onmogelijk worden gemaakt. Nu al weigert de Duitse EIB-president Werner Hoyer niet alleen kerncentrales te financieren, maar ook gasleidingen.
Dit terwijl de meeste EU-landen gesubsidieerd overschakelen naar gas en kerncentrales een oplossing zijn voor hun gefantaseerde CO2-probleem. En voorzitter, de dans om de miljarden, om onze miljarden, gaat gestaag door. Ook de ECB ontpopt zich steeds meer als een groene religieuze farizeeër en wil zelf ook meer groene obligaties kopen. Ja, met Lagarde, de president van de ECB, is een rode en groene kameraad gevonden. Zij zet haar focus niet enkel op financieel beleid, maar ook op klimaatbeleid en sociale ongelijkheid. Deze ongekozen president heeft in theorie ook nog ongelimiteerd ons geld ter beschikking. Dit maakt haar tot een zeer gevaarlijke bedreiging van onze welvaart en onze manier van leven. Dit gecombineerd met het voornemen van Van der Leyen om het vetorecht af te schaffen in zaken sociaal beleid, belastingen en energie, maakt het drama compleet. In hoeverre is de minister bereid om mee te gaan in dit Europese gedram? Gaat de minister bijvoorbeeld de Europese Commissie ons minimumloon laten bepalen of ons dwingen tot het invoeren van een basisinkomen? En hoe zit het met de Europese garantie op WW-uitkeringen? En gaat de minister vetorechten inleveren op het gebied van sociaal beleid, belastingen en energie? Graag een reactie van de minister. Heer Bakker. Voorzitter, allereerst wil ik dat mevrouw Faber zich realiseert dat wij natuurlijk afkeuren wat er gebeurt in de wereld, ook in Wenen en in alle plaatsen die u genoemd heeft. Het is ongelooflijk, de laatste aanslagen, en wij veroordelen dat scherp. Dus dat, laat ik dat in ieder geval even gezegd hebben. Maar u schakelt vervolgens over tot, ja, het complot wordt eigenlijk heel groot, maar de meest gevaarlijke is nu mevrouw Lagarde van de ECB. En ik heb moeite om haar na deze inleiding te zien als een gevaarlijke speler in het op het Europese toneel. Kunt u dat toelichten? Mevrouw Faber. Voorzitter, het lijkt mij moeilijk om de gedachtegang van meneer Bakker te gaan toelichten. Ja, ik denk dat mijn gedachtegang duidelijk is over mevrouw Lagarde. Want zij heeft, zij heeft gewoon de beschikking tot ons geld. Zij kan in feite, heeft zij zo'n machtige positie? Ja, ik bedoel, dat lijkt me heel duidelijk. De heer Bakker. En ik ben... Voorzitter, ik maak even bezwaar tegen het punt, zij heeft ons geld. Het is dus de Europese Centrale Bank. De Nederlandse Bank had ook een andere positie. Het is niet ons geld. Maar laat ik er dan een concrete vraag aan koppelen, dat we elkaar misschien beter begrijpen. Wat is de totale omvang van de begroting van de EU? In welke orde grootte spreken wij? De laatste keer is dat iets meer dan 1.000 miljard voor de volgende MFK. Ja? Ja, dat is dus minder dan het totaalvermogen van de Nederlandse pensioenfonds. Hè? Dat ligt rond de 1200 miljard. Nee, correctie, 1800. Dat is ook al 1600 miljard. Maar, voorzitter, ik vraag het even voor de proportie van de dingen. En het is minder dan 1% bijdrage van de Nederlandse burger. Dus u schetst een beeld van de Nederlander die krom ligt om het geld naar Europa uit te scheppen. Maar het is in proportie heel weinig. Sterker nog, als de discussie over de netto-netto-bijdrage wat anders zou worden gevoerd, dan zou die nog een wat beter beeld geven. Wat is uw vraag, meneer Bakker? Mijn vraag is of mevrouw Faber deze proportionaliteit van bedragen ook wil meenemen als het heeft over een gevaarlijke president. Faber? Kijk, natuurlijk wil ik wel allerlei zaken meenemen, maar eigenlijk, voorzitter, meneer Bakker is in feite de vleesgeworden elite. Die praat over 1.000 miljard, alsof het niets is. Over pensioenfondsen, dat is een gigantisch bedrag die wij daarin hebben, die 1600 miljard. En u schijnt het waarschijnlijk vrijwel niets te vinden. Moet u gaan vertellen tegen iemand die op een minimumloon moet leven van 800-900 euro per maand. Nou, daar maakt u echt geen vrienden mee, kan ik u vertellen. De heer Bakker, tot slot. Voorzitter, ik maak bezwaar tegen deze hele wonderlijke vergelijking over minimumloon en dat ik de elite zou zijn. Ik begrijp het wel, dat is uw verdienmodel, politiek gezien. Maar ik werp dat verre van mij. Ik sta hier ter behartiging van alle belangen, ook van uw kiezers. Want ik denk dat u onderschat hoe groot de steun voor de Europese Unie is, ook onder uw kiezers. Meer dan 80% van de Nederlanders steunt de Europese Unie en wil graag dat de Europese Unie bevoegdheden krijgt in die onderwerpen die voor hen van belang zijn. Migratie, klimaat en energie. Voorzitter, dit was geen vraag, maar even een reactie als u mij toestaat. Dank u wel, meneer Bakker. Meneer Frentrop. Voorzitter, mag ik hier nog even op reageren? Gaat u gaan, kort gaan. Ja. Nou, het verbaast me dan dat de PVV-kiezers nog niet op de D66 stemmen dan.